c'est comme un labyrinthe pour moi. Mais ça va. Ça va. Ik heb het idee dat alles nog heel strikt en heel hiërarchisch verloopt. Een beetje anders dan wat wij gewoon zijn in Vlaanderen. Ik weet het eigenlijk niet. Ik ben vooral heel benieuwd. Hey, bonjour madame. Je suis prof belge et je viens ici pour apprendre plus sur l'éducation congolaise. En tout cas, soyez la bienvenue chez nous. Avec vos compétences, peut-être nous serions en mesure d'améliorer quelque chose. Je vais apprendre aussi beaucoup de choses. Mais chez nous ici, hein? Oui, oui. De dag hier in Congo op school begint wel anders dan bij ons. Die leerlingen die druppelen een beetje binnen. En dan was er een hele ceremonie. Dan was er nog een schoollied en ze sloten af met een soort gebed, gezongen gebed. Het heeft wel iets en het geeft ook een soort verbondenheid tussen leerlingen en tussen leerkrachten. Ik vraag me af hoe dat die klassen zijn opgesteld. Hoeveel leerlingen zitten daar? Hoe staan de banken? Hoe beweegt zo'n leerkracht door de klas? Hoe spreekt die leerlingen aan? Geeft die feedback of hoe doet hij dat? Dat zijn de dingen waar ik het meeste op ga letten. Kwanko, Kianko. L'activité principale dans le cadre de la préparation du sol. La bêche. Ça c'est l'activité. C'est vrai ça. La bêche. Quoi encore? Ne vous en faites pas. Nous continuons, oui. Het viel mij op dat de leerkracht weinig namen noemde. Hij duidde wel leerlingen aan, maar er kwamen heel vaak dezelfde vingers naar boven. En ja, sommigen konden gewoon op hun lauweren rusten, een beetje rondkijken, mij in het oog houden. Dat vonden ze ook wel interessant. Het toffe was wel dat nadat hij zijn uitleg gaf, dat we naar buiten gingen om het werktuig ook in werkelijkheid te zien. Dus die link tussen theorie en praktijk proberen ze daar ook echt wel te leggen. Voilà, très bien. Donc nous avons ici les différentes parties. Alors, observez, ça quelle forme? Tijdens de les landbouwkunde was er een leerkracht die heel veel dingen herhaalde. Dan zei hij, en dat gaan we leren vandaag, vandaag. En dan had je zo'n aantal leerlingen die dat ook mee zeiden. Dus het is blijkbaar wel zijn stijl, ze waren het wel gewend. Il dit ça, c'est une charrie à dix, à dix. Qui encore? De manier waarop je leerlingen meer kan betrekken bij de les, zijn misschien wel tips die ik hem wil meegeven. Hij stond er ook absoluut voor open. Heel gemotiveerde man, die wel wil bijleren, dus dat is ook wel fijn. Ça, les amis, maintenant tout le monde pleure. Ah, il fait chaud. On ne dort pas dans la maison. Ah, mais moi, en tout cas, si je ne me lave pas avant de dormir, c'est un problème, hein? Vous oubliez que les effets sont celles-là. De leraar Frans had een toffe stijl, hoewel dat een heel theoretisch stuk was met weinig praktijk, of zelfs geen praktijk, straalde hij toch heel veel energie uit en probeerde hij de leerlingen echt heel betrokken te houden. Het was ook de eerste die de namen noemde, vond ik wel speciaal om te zien. En hij gaf heel veel voorbeelden uit hun eigen leefwereld. Oh, oui, chute, maman. We hebben heel het huis gezien. De baby is aan ons voorgesteld. Blijkbaar heeft hij een zoontje van 2 maanden oud. We hebben voorgesteld aan zijn vrouw. Dus ja, dat had ik eigenlijk niet verwacht. Maar nous avons remarqué que vous avez un autre style d'enseigner que vos collègues. Vous êtes plus chaleureux. Comme j'avais déjà dit, vous utilisez les noms des élèves.
et on essaie un peu d'apprendre comment créer une relation avec un élève. Un élève frustré, un élève rempli de problèmes, mm-hmm. comment les rapprocher pour ne pas trop le choquer surtout. Ik vond hem een heel toffe man, misschien ook omdat hij de enige echt jonge leerkracht was en we ongeveer dezelfde leeftijd hebben. En onze stijl van lesgeven misschien ook een beetje gelijkaardig is. Grapjes maken, op een heel vlotte manier met de leerlingen omgaan. Ja, misschien daarom dat hij mij wel aansprak. Vandaag ga ik hier ook lesgeven. Erg spannend. Want ik vraag me af hoe dat de leerlingen gaan reageren op een Europese leerkracht. Gaan ze even braaf zijn of net niet? En gaan mijn actieve werkvormen hier wel werken? Ik ga lesgeven over afvalbeheer en over zwerfvuil. Ja, een beetje spannend, een beetje zenuwachtig toch? Bonjour tout le monde. Alors, je m'appelle Madame de Dijk. J'ai préparé un cours, mais je ne savais pas que vous êtes si nombreux. Wow. Ik wou even wegrennen als ik de klas zag. 76 leerlingen. Ik moest even opnieuw bedenken hoe dat ik de groepjes ging vormen. Oké. Alors. Ja, solution. Vous pouvez mettre tous vos cahiers et tous vos bics et choses d'écriture dans vos sacs. Alors, les bancs sont pleins. Ik had een les berekend op 40 leerlingen. Het waren er bijna dubbel zoveel. Dus ik heb echt wel moeten improviseren. En het was een beetje afwachten of dat de leerlingen dat zouden aanvoelen dat ik eigenlijk niet helemaal op mijn gemak was. Vous regardez votre carte. Vous essayez de trouver les autres personnes qui ont le même chiffre ou la même figure. Écoutez un instant. Cher Jean. Alors j'ai aimé le geste là qu'il a utilisé. Pour faire taire les élèves. Parce que d'habitude, ici, chez nous, nous crions. Silence, taisez-vous. Là, vous voyez que nous dépensons énormément de l'énergie. Mais on peut toujours économiser cette énergie à partir de gestes. Qu'est-ce que l'a fait? Elle a introduit son doigt dans l'oreille pour dire aux enfants, essayez de vous taire, taisez-vous. C'est vraiment un bon geste. Et nous allons le mettre en pratique ici. Ze waren achteraf inderdaad positief, maar ik denk niet dat ze helemaal eerlijk waren. Ik denk dat er echt wel momenten bij waren dat ze zich afvroegen of dat wel goed zou komen. Monsieur là, est-ce que tu peux raconter c'est quoi la tâche? Ik merkte dat ik een aantal jongens echt niet mee had en dat het hen weinig kon schelen. Maar ik weet ook, ik passeer hier één keer. Als dat mijn eigen klas zou zijn of als ik daar vaker les zou geven, zou het mij dat wel harder aantrekken en zou dat echt wel een werkpunt worden om die jongens ook gemotiveerd en mee te krijgen. Est-ce que vous pouvez, vous voulez encore changer d'opinion? Vous êtes sûr? Oui? Oké. Allez à votre place. Er is wel een groot verschil tussen een klas van 38 leerlingen en 76 leerlingen. 38 voor één leerkracht vinden wij in België al heel erg veel. Maar ik voelde mij veel relaxer. Alles verliep ook een beetje vlotter. En het is wel een pak makkelijker om actieve werkvormen te gebruiken bij 38 dan bij 76. In België lesgeven aan 40 leerlingen zou ik misschien nu ook wel aandurven. Ik heb dat nu eens geproefd hoe dat gaat. Ik heb gemerkt dat voorbereiding heel belangrijk is. En dan zou het wel kunnen lukken. Est-ce que vous connaissez leur situation personnelle? Oui.
je partage beaucoup de choses avec les enfants. Okay. Et des fois, il y a certains élèves qui viennent à l'école sans rien manger. Il arrive là, et dès qu'il fait 6e heure, il dort déjà. Parce qu'il a faim. Oui. Il rentre à la maison et il n'a rien mangé. Je zei ook van ja, soms begrijp je beter hoe een leerling zich gedraagt of waarom dat hij het 6e uur in slaap valt. Gewoon omdat hij nog niks heeft gegeten 's morgens en dat hij honger heeft en gewoon geen energie heeft. Ik vind dat ontzettend triestig. En dat maakt de job van leerkracht ook moeilijker. Want je wil die leerlingen wel bereiken, maar de context zorgt er gewoon voor dat dat heel moeilijk wordt. Je vous remercie de nous recevoir ici dans votre maison. Maar die leerkrachten die blijven met best veel positiviteit in het leven staan en ook gewoon lesgeven, alsof dat heel die context niet zo belangrijk is. Een overweldigende ervaring, eentje die ik niet meer ga vergeten.